Ik wist waartoe de SS achter het front in staat was geweest. Zou mijn broer ook? Daarna kwamen beelden van slachtoffers van concentratiekampen. En wel zo meedogenloos duidelijk dat ik me met hen na aanvankelijke tegenstand kon identificeren. Beide groepen, mijn broer en de slachtoffers, kwamen steeds dichterbij. Verbonden zich tenslotte met elkaar. Het werd steeds lichter om hen heen. De verbondenheid sterker. Totdat ik me als in een bliksemflits realiseerde dat alle mensen eigenlijk één groep vormen. Ja, eigenlijk familie van elkaar zijn. Broeders en zusters. Alle mensen werden broeder. En na enige tijd durfde ik zelfs tegen de grote Schiller in te zeggen: alle mensen zijn broeder. Dit ter introductie van Dick Woudenberg, die hier, ik hier heel hartelijk welkom wil heten, net zoals Ewout Kies. Ik zal mezelf even voorstellen, ik ben Misha Cohen, ik ben redacteur van Vrij Nederland, dat ongeveer deze tijd, 72 jaar geleden, werd opgericht als verzetsblad tegen de nazi-bezetting van Nederland. En vanavond spreek ik dus met Dick, die hier gelukkig kan zijn, hoewel er het best een tijdje op heeft geleken dat dat niet zou gaan lukken. En hij heeft zichzelf al voorgesteld met dit filmpje dat jullie misschien ook al gezien hebben, want het is extreem veel bekeken op Facebook, waar ik het heb gepubliceerd. Het is 2,5 miljoen keer op schermen verschenen. En over de opvoeding en het onderwijs van Dick als jonge jongen tussen 1933 en 1945... heb ik het boek De Nazi-leerling geschreven. De andere gast is Ewout Kieft, auteur van Het Verboden Boek over Mein Kampf. Hij schreef eerder het fantastische boek Oorlogsenthousiasme over de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Ditmaal heeft hij de moedige taak op zich genomen om het boek dat door iedereen verafschuwd werd, maar ook tot onleesbaar werd verklaard, om dat voor ons helemaal door te worstelen. Daar moeten we hem wel dankbaar voor zijn. En zijn analyse van dat verboden boek laat zien welke lessen er ook nu nog te leren zijn uit de manier waarop Hitler al in dat boek zijn eigen latere succes heeft georganiseerd. Hopelijk roept dit gesprek vragen bij jullie op en daar zal dan ook voldoende tijd voor zijn. En als er daarna dan ook nog vragen zijn, dan liggen de twee boeken die ik net noemde in de foyer en zijn ze daar te koop. Goed, dit ter introductie. Deze avond gaat over de aantrekkingskracht van sterke leiders. En die aantrekkingskracht heb jij, Dick, natuurlijk als geen ander ondervonden, gevoeld. Kan je nog herinneren wanneer je überhaupt... Want Dick groeide op in een nationaal-socialistisch milieu. En, weet jij nog wanneer die naam en dat begrip Hitler eigenlijk voor het eerst tot je doordrong als wat dat voor iemand was of voor iets was? U kunt mij zo niet verstaan. Toch wel. Nou, zullen we het even proberen zo? Maar dit kan ook, als u wilt. Ja. Het is voor het opname fijn microfoon. Oké. Okay. Het is voor de opname fijn als de microfoon wordt gebruikt. Dat zal ik ook doen. Komt in orde. Ja. Dan weet ik even niet waar ik moet beginnen met. Op wat voor moment, want jij zit op in dat NSB. Hitler. Ja, dat NSB-gezin waar ik in opgroeide, dat was nogal fanatiek.
Bovendien was mijn vader daar niet onbekend in. Alleen al vanwege het feit dat hij lid van de Tweede Kamer voor de NSB was. Wat er slechts 4 mensen in Nederland gegund was. Van 37 tot 40. Ik stond dus ook op school en überhaupt in het dorp waar we woonden. IJmuiden, bekend als zoon van een NSB'er. En uiteraard kwamen er bij ons thuis nogal wat bezoekers die of een spreekbeurt hadden en van tevoren een hapje mee aten. Of gewoon met mijn vader wilden praten. En omdat ik de jongste thuis was en iedereen het gezag over mij kwijt was, zat ik overal met mijn eigenwijze neus bij en heb dus aardig wat kunnen meepikken. Dat was de partijtop van de NSB. Ik kwam bij jullie een visje eten in IJmuiden. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Dus dan hebben we het over? Mussert heeft best zelfs aan tafel bij ons gezeten. En ik keek met afgrijzen hoe wij met onze handen aten. Vis eet je met je handen. En die zat te worstelen met een lepel en een vork en een mes. En dat ging hem vrij goed af. Wat was dat? Waren dat mensen die u aardig vond? Waren dat mensen die grappig waren aan tafel? Of werd er gelachen? Nou, je ziet me in de lach schieten. Ja. Want meestal was het ongebruikelijk saai. En ja. Mijn broer en zuster, die respectievelijk 8 en 10 jaar oud waren en ik, die deden ook hun uiterste best om die avond een andere afspraak te hebben. Maar ik als allerjongste zat met mijn eigenwijze neus overal bij. En uit nieuwsgierigheid? Ik moest gewoon mee eten. Dus okay. Dat viel nog mee. Maar ik kan een heleboel dingen niet, zoals de meeste mensen. Maar wat ik me wel realiseer, dat ik een vrij goed geheugen heb. Zo zie ik Mussert nog bij ons aan tafel zitten te worstelen met dat mes en vork. Marchand et Dansambour, van zeer goede huizen natuurlijk, die een tijdje rondkeek en zag dat niemand met mes en vork had. Vis eet je namelijk met je handen, nogmaals. En toen min of meer resoluut ook dat bestek liet vallen en zich aanpaste aan het milieu. En Ros van Tonningen? Ja. Ros van Tonningen was een heel makkelijk figuur in deze. Want die had een, dacht ik, en dat heb ik later ook gelezen, een soort arbeideristisch, van hem geloof ik zelfs dit woord, arbeideristisch verlangen. Dat hij wilde zo gewoon mogelijk zijn. En, nou, daar hoefden wij thuis ons best niet voor te doen, want dat waren zo gewoon mogelijk. Want jouw vader was natuurlijk afkomstig uit de Amsterdamse Jodenhoek en een praatte ook nog redelijk plat, hè? Mijn vader is geboren in de Jodenhoutuinen. Joodser kan niet. Dus tot zijn 18e, 20ste ongeveer heeft hij daar gewoond. En is toen naar IJmuiden verhuisd, waar hij tenslotte zelf een eigen bedrijf had. Maar hij is Joods opgevoed, min of meer. Zijn vriendjes waren Joods. Met gevolg dat wij thuis voor de oorlog nogal wat Joodse gewoonten hadden. Waarvan ik me absoluut herinner dat we met Pasen matzes aten. En mijn vriendjes, die wisten niet eens wat matzes waren. Die vonden dat maar gek brood. Terwijl ik vond het ook nog wel lekker ook. Ja. Ja. Maar daar had u dus dat arbeideristische kwam daar een beetje vandaan. Hè? Uit die buurt waar hij vandaan kwam. En raar genoeg is dus een deel van de familie Woudenberg. En bij uitstek de vader van Dick. Werd vrij belangrijk binnen de Nationaal-Socialistische Beweging. En een ander deel van dat hele grote gezin uit de Jodenhouttuin. Het waren 10 kinderen, 9 jongens en 1 meisje. De rest werd dus belangrijk in de sociaal-democratische beweging. Dus dat is een hele vreemde scheiding binnen dat ene gezin. Jawel. Ja. Een zeer gespleten gezin. Of schoon ze heel kameraadschappelijk en vriendelijk in een te klein huis met te veel mensen vrolijk waren opgegroeid. Ja.
Ja, omdat het net al viel, ik moest er meteen aan denken. Uw vader dus opgegroeid in een wijk waar veel Joodse Amsterdammers woonden. Maar ging het aan tafel ook over Joden, over Joodse Nederlanders, over het antisemitisme van de NSB en van de nazi's? Of was dat iets wat niet zo vaak ter sprake kwam in het gezin waar u bent opgegroeid? Je bedoelt in mijn... In IJmuiden. In IJmuiden inderdaad. Ja. Gewoon als Moesert kwam eten. Ging het daar dan ook over? Vraag ik nee. Dan af. Nee, want die vraag die je nu stelt is me natuurlijk wel vaker gesteld. Ja. Ik heb eigenlijk tot 1940 het woord Joods bij ons thuis nauwelijks horen vallen. En als het al viel, dan niet met antipathie. Integendeel, uit een soort van sympathie, omdat mijn vader en al zijn broers met Joodse jongens, meestal Joodse vriendjes, waren opgegroeid. Ja, maar uw vader wist wel dat het nazisme antisemitisch was, toch? Was dat iets wat een detail kon zijn, vraag ik me nu af. Dat kon, het woord kunnen is hier niet zo geplaatst. Dat kon een detail zijn in die jaren. En tot de oorlog was het absoluut een detail. Er werd niets over. Na de komst van de Duitsers, 1940 dus, kreeg dat veel meer en steeds veel meer gewicht. Zodat het ook bij ons thuis met dédain over Joden werd gesproken. Wat mij nogal verwonderde, totdat ik daar natuurlijk ook aan wende dat het zo was. Ja. Nog even terug naar Hitler, de Führer. Wanneer was je als jongen, wanneer leerde je hem kennen? Want in de loop van de oorlog werd je een groot bewonderaar. Ja. Maar ooit moet de eerste keer zijn geweest dat je over hem hoorde. Ja, nou, er werd thuis natuurlijk over gesproken. Maar er was altijd toch een zekere rangorde, typisch Nederlands. Want we waren toch heel nationalistisch hier. Dat eerst werd Mussert genoemd en dan pas Hitler. Of schoon je dat nu niet kan voorstellen, maar dat was in de dertiger jaren wel. Pas toen ik op een Duitse kostschool kwam, toen leerde ik. Het ging bijna vanzelf en het werd je opgedwongen. Maar je deed al te graag mee. Ik deed al te graag mee. Hitler als een zeer begenadigd mens leren kennen. En zo werd hij ons ook voorgehouden als de leider door God gezonden. Ja, en zijn portret hing op je kamer. Je had een soort talisman ook, toch? Ja, even duidelijk. Niet op mijn slaapkamer, want dat maakt de zaak een beetje ingewikkeld. Oh. Maar wel later op de kostschool waar ik zat. Daar was een foto van Hitler. Ja. Overigens bijna bij alle jongens die op die school zitten, hoorde het een beetje tot je standing. Dat je of een staande foto had of een hangende foto. Ja, ja. En met familie van je die eventueel geuniformeerd blijk gaf dat hij bij de Waffen-SS diende. Zoals mijn broer. Dus je had een foto van je broer in zijn uniform ook. Ja, dat was heel trots. Ja. Ja. En even, jouw broer, die is een stuk ouder dan jij, die aanvankelijk eigenlijk in de tijd dat Mussert, Ros van Tonningen en zo bij jullie kwamen eten, moest eigenlijk niets hebben van de politiek of alles wat daarmee samenhing. Was een hele goede voetballer, een beetje tegen het Nederlands elftal aan. En dat was het enige wat hem interesseerde. Jawel. Ja, dus hij drukte hem altijd zodra er bezoek was. En zeker wanneer er politiek bezoek was. En dat het aan tafel dus over politieke onderwerpen zou gaan. Dan was hij niet thuis en moest hij trainen. En dat duurde tot 1940. Toen hij als militair in Den Helder zat. En dat zijn dan zijn woorden. En ik kan ze wel vertalen ongeveer. Hem de ogen geopend werden wie mijn vader nou werkelijk was. En hij is mijn vader toen zeer gaan bewonderen. Ja. En is zelf ook een enthousiast
nationaal-socialist geworden. Met later een vrij hoge rang in de eerst in de Germaanse SS, later in de Waffen-SS. Ja. Ja, ik zit me ook ik zit me voortdurend dingen af te vragen als ik u hoor praten. Maar het is natuurlijk best wel bijzonder om een nationalistische politiek werd thuis bedreven. Daar hadden uw vader en de partijgenoot over. Maar dat was wel Duitsland. Terwijl je bent eigenlijk nationalistisch in een ander land. Dat was sowieso altijd al het probleem van de NSB. Toch dat eigenlijk heel veel Nederlanders dat te Duits vonden voor een nationalistische beweging. Dus heel veel Nederlanders hadden geen enkel probleem met nationalisme, maar vonden juist dat de NSB met die uniformen, wat helemaal niet bij de Nederlandse cultuur hoorde, wat veel meer bij de Duitse cultuur met de Eerste Wereldoorlog trauma en zo hoorde, dat maakte toch tot een hele wonderlijke politieke beweging. Ik stel me zo voor, als u net bijvoorbeeld vertelde over, ik stond als jongen bekend als ik naar school ging als die NSB-jongen, dat je eigenlijk eerder bijna als een soort landverrader al in de jaren 30 misschien al werd bekeken. Of daar ben ik nieuwsgierig naar, hoe dat zat. Niet min of meer. Ik werd uitgescholden als landverrader. Ja. De eerste keer dacht ik, god, ik op dat niveau zou ik niet eens kunnen denken. Maar later ben je daaraan, omdat scheldwoorden die krijgen het niveau van gebruikswoorden en ze verliezen uiteindelijk een diepere betekenis. Maar was het daardoor de ideologie, was dat juist iets wat u nog meer eigenlijk deed focussen op de ideologie? Van als je iets moet gaan verdedigen waar je elke dag voor wordt uitgescholden, dan krijg je een bijzondere band met zo'n ideologie. Of stel ik me zo voor? Ja, dat is een beetje te hevig, maar de verbonden, gezinsverbondenheid was een gegeven bij ons thuis. Je vader en moeder. Ik zou mijn vader en moeder nooit in de steek gelaten hebben. Ik zou nooit iets over hen gezegd hebben wat hen onaangenaam was. Dus ik trok voor de buitenwereld misschien hun partij. Nou ja, maar je was natuurlijk ook lid van de jeugdstorm. En je was gewoon in die, je zou kunnen zeggen, je wist niet beter. Want je vader werd lid van de NSB toen je vijf jaar was. Dus je was ook helemaal groot geworden in die constellatie. Je wist niet beter. En ik durf het zelfs verder te zeggen, ik wilde ook niet beter weten. Nee. Want het paste in het milieu waarin ik leefde. Niet alleen met mijn ouders, maar het natuurlijk ook een doodgewoon gezinsleven was. Het ging niet 24 uur per dag over dit onderwerp. Maar er kwamen aardig wat bezoekers die de zaak weer loonhielden. Ja. En mij er steeds aan herinnerden dat ik de zoon van een NSB'er was. En een bijzonder moment, of een bijzondere tijd was natuurlijk ook voor iedereen uiteraard. Maar toen de Duitsers ons land binnenvielen of de oorlog verklaarden. Want jij beschrijft net dat jouw oudere broer toen in het Nederlandse leger de Duitsers moest tegenhouden. Ja. Terwijl ondertussen jouw vader als mogelijk lid van de vijfde kolonne door de Nederlandse regering werd gearresteerd. Ja. Dus, en dat was natuurlijk dat soort momenten, dan wordt je loyaliteit denk ik wel heel erg duidelijk. Hè, dat die bij jouw vader ligt. En, voorbij, maar als ik aan terugdenk, denk ik wat een dwaasheid. Mijn broer verdedigde in Den Helder, dus met die, hoe heet het, die dijk. De afsluitdijk. De afsluitdijk voor zich, waar allerlei mensen overheen kwamen, waarvan je niet wist aan deze zijde bij Den Helder of dat vriend of vijand was. En mijn vader, die was morgens de 10e mei van zijn bed gelicht. En een keurig man. Dus, want ik heb me later gerealiseerd dat hij daar. Ook maar een keurig man overigens, mijn vader. Kunt u beter verstaan. Hè? Dat hij, omdat hij door de politie werd opgehaald, zijn beste pak aantrok. Wat eigenlijk later gezien belachelijk is geweest.
dat je gevangen genomen wordt en denkt, kom, ik trek mijn trouwpak aan, wat hier en daar toch alweer een beetje verstreden was in de loop van de jaren. Heeft u een idee wat uw vader heeft dus eigenlijk voor de NSB gekozen in een periode dat niet bepaald gewoon werd en dat je eigenlijk een beetje als een paria werd aangezien, dus hij moest behoorlijk overtuigd zijn. Daarvan, heeft u het wel eens met hem over gehad wat dat nou was? Waarom hij dat nou zo bijzonder en waarom was hij daar zo passioneel over? Nou, in die jaren niet. Want je zult het me niet kwalijk nemen dat ik mijn 9e, 10e jaar dit soort gesprekken niet voerde met mijn vader. En het was een gegeven in het huisgezin. En wat voor een kind van 9, 10 boven kwam drijven is, was... Hij was lid van de Tweede Kamer en weliswaar voor de NSB. Maar het gekke was dat ik op school, lagere school, toch een beetje ervoor aangesproken werd dat ik nog een vader had die in de Tweede Kamer zat. En er was als één leraar, niet de pinterste waarschijnlijk, die vroeg of ik nu Jonker tegen mij moest zeggen. En ik zei dat het niet gebruikelijk was. En achteraf? Want u zei toen u 9 was, niet, maar of ga ik nu te ver, loop ik nu te ver vooruit? Ik moet even weten. U zei net van achteraf, na de Tweede Wereldoorlog. U heeft het later misschien nog wel met hem daarover gehad? Of, Jawel. Jawel, later wel gepoogd. En hij, daar ben ik niet zo trots op, maar het is nu eenmaal een feit, omdat ik de vraag anders niet beantwoorden kan, is dat hij de vraag ontweek en zich verschool achter een Nietzsche-woord. Hij zei, dat is het amor fati, je moet datgene wat het leven je aanbiedt omhelzen. Nou, klonk wel goed. Nou ja, je zegt nu dat het goed klonk, maar het was voor jou... Kijk, hij had met zijn keuze niet alleen zichzelf, maar eigenlijk de hele familie inclusief jouzelf in het, nog afgezien van wat er verder gebeurde in de wereld, maar toch redelijk in het verderf gestort. Ik kan me voorstellen dat je als zoon niet echt genoegen neemt met zo'n antwoord. Moeten we wel even kijken over welke leeftijd je de vraag wilt stellen? Nou, dit gaat over dus na de oorlog. Toen, na de op het moment oorlog? Dat hij, want de vader van Dick werd in eerste instantie tot levenslang veroordeeld en in tweede instantie in hoger beroep tot 20 jaar gevangenisstraf wegens collaboratie in de Tweede Wereldoorlog. Er waren schaarse bezoeken en verder was er een briefwisseling waarin dit soort vragen werden gesteld en beantwoord. Ja. Of niet beantwoord eigenlijk. En wat is nu de vraag? De vraag was of jij genoegen nam met dat antwoord van dit was het noodlot, dat moet je maar accepteren. Nou, er stond me weinig anders te doen, want ik kwam niet tot een duidelijke schuldbekentenis wat ik wel graag gehoord zou hebben. Maar het had mij in die jaren, dat ik zelf de moeite had om de schuld te bekennen, wel geholpen, als mijn vader ook zei, jongen, laten we het er even over hebben. Maar ik zat er volkomen naast. Ja. Nu had ik makkelijker verder gekund dan nu ik dat zo. Dat hoort nu helemaal bij het leven, dus laten we daar niet altijd trots over zijn. Maar het toch zelf moest verwerven, dat nieuwe inzicht. Ja. Ja. Was u in die periode ook wel eens kwaad op uw vader? Want Micha zei dat net al, van dat is toch degene, zijn keuze, daar heeft u, daar bent u mee opgezaald geweest eigenlijk. Ja, nou, voor en tijdens oorlog zou het niet in mijn hoofd opgekomen zijn om kwaad te worden op hem. En na de oorlog ook niet, omdat, ja, achteraf is het wel eens moeilijk te begrijpen, maar je vader en moeder blijven. Ja. Ja, uiteraard. En je broer. Die val je niet af. Tenminste, zo zit ik. Zo zit ik in elkaar. Ondanks het feit dat je wel rationeel afkeurt de keuzes die hij gemaakt heeft, neem ik aan. Jawel.
Maar daar heb ik met hem minder over gesproken dan met mezelf. En de conclusies voor mezelf getrokken. En dat heeft natuurlijk toch tussen hem en mij een verwijdering teweeg gebracht. Ja. Dat, een beetje makkelijk gezegd, jij doet jouw ding en ik doe mijn ding. Ja. Maar we zijn elkaar nooit uit de weg gegaan. En hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk, of iets anders, maar geldt ook voor je verhouding tot je broer en wat hij heeft meegemaakt. Want hij is dus als SS'er naar het Oostfront vertrokken en daar gesneuveld. En dat is ook iets wat je hebt moeten accepteren en begrijpen en je bij neer hebt moeten leggen, wat waarschijnlijk heel moeilijk geweest is. Dat is moeilijk geweest. Ik ben natuurlijk, hij is iets meer dan 8 jaar ouder dan ik. Hij was, zoals jij al zei, een bekend en een goed, zeer goed voetballer bekend. Dus Stormvogels. Ja. En ik had 2 linkerbenen, waardoor ik wat dat betreft hem onmogelijk kon evenaren. Ik had weer wel wat andere dingen, godzijdank, maar even kijken dat ik de draad niet kwijtraak. Mijn broer heb ik dus voor de oorlog, tijdens de oorlog, zeer gevolgd. En na de oorlog heb ik mij afgevraagd, want hij was tenslotte een officier bij de Waffen-SS, wat op zichzelf nou niet zo alarmerend is, maar bij ons in de familie was het toch een vrij hoog rang. En wij werden daarop aangekeken, en hij uiteraard ook. Dat ik mij later afvroeg, wat heb jij als Waffen-SS-officier, waarvan mij bekend is in de loop der geschiedenis, dat die voor en achter het front nogal wat misdaden hebben uitgehaald. Ja, daar is de eindleuzing is eigenlijk daar al in gang gezet. Hè? Ja. Kunnen we wel zeggen, toch, Ewout? Ja, zeker. Ja. Ja. Welke rol heb jij erin gespeeld? Uiteraard werd het bij ons thuis niet besproken. Nee. Dat is toch een terugkerend thema, dus dat er heel veel niet besproken werd. Is dat een soort gedeeld wij tegen de rest van de wereld? En dan hoeven we niet eens er is eigenlijk een buitenwereld in IJmuiden, in de rest van Nederland, die ons aankijkt en wij horen daar niet bij en wij zijn gewoon loyaal aan elkaar. Was dat een sfeer die in het gezin heel erg sterk was? En het was ook een beetje arrogant waarschijnlijk, achteraf bekeken, dat die NSB-mensen, die toch behoorlijk naast het maatschappelijk leven stonden en erop aangekeken werden, die maakten zich toch sterk met de gedachte, wij hebben het licht gezien. En de anderen moeten nog maar kijken of ze de ogen open kunnen krijgen. U zei net, of Micha zei het net, nee, u zei het volgens mij, Hitler als door God gezonden, had dat bijna iets van een religie? Had dat bijna iets van, in een religie kun je ook het niet heel vaak over de leer zelf hebben, het is allemaal vanzelfsprekend bijna, dat je daarvan bent. Had dat elementen daarvan? Uitgesproken. Ja? Ik voelde mij later steeds meer als een soldaat van Hitler, als een volgeling van Hitler, als met hem verbonden en aan hem beloofd. Zoals je aan Jezus beloofd kan zijn als non, ja. Zeg maar. Oh, ja. Wow. Dat er geen twijfel was tussen de verhouding tussen mij en hem. Hoe gek dat als, als een band met God. Ja, zoiets was het al. Ja. En daarbij ook bereid om te sneuvelen en te doden in naam van Hitler. Het van is, het Nationaal Socialisme. Ja, heel gek dat het woord sneuvelen en sterven, dat zijn natuurlijk gewone woorden die in ons, zoals we hier bij elkaar zitten, de zwaarste hebben die ze hebben.
Maar in die tijd was sneuvelen vroeger de Führer. Dat was bijna iets waarnaar je zou streven. Het sierde je als dat gebeurde. De mensen die voor Hitler gesneuveld waren, die werden ook niet als slachtoffers. Ja, thuis door een moeder, door een familie wel. Maar in het algemeen werden ze zeer bewonderd. Dat is een vorm van martelaarschap eigenlijk. Zou je kunnen zeggen, ja. Wat ik eigenlijk wat aan jou ook wilde vragen, van in hoeverre heeft, want jij hebt dus Mein Kampf enorm bestudeerd, Dick las op school delen van Mein Kampf, maar jullie vonden het heel saai, geloof ik, hè? Heerlijk saai. Ja, dus nog meer bewondering voor Ewout Kieft. Ja. Maar dat het feit dat hij zo centraal stond, Hitler, binnen zijn eigen binnen die ideologie die hij ontwierp in Mein Kampf, is dat iets wat hij altijd zo gezien heeft of bedacht heeft, of is dat zo gegroeid? Zit dat al in Mein Kampf? Ja, absoluut. En ik had ook heel erg dat in mijn achterhoofd, want in Mein Kampf schrijft Hitler echt honderden pagina's lang over dat je niet zomaar politieke beweging moet zijn, maar een religie. Dus dat is die sfeer bij u thuis, dat was ook echt wel zoals Hitler dat al in 1924 voor zich zag. Van als je echt een effectieve strijdbeweging wil beginnen in de politiek, en toen was er nog maar een partij van 55 leden. Dus toen hij Mein Kampf schreef, trouwens nog wel een paar honderd meer, maar, of een aantal duizend, maar nog steeds een marginale partij. Maar Hitler zag dus al die grote vaandels, die rituelen voor zich. Dus dat het inderdaad niet, hij dacht niet van mensen gaan het over ideologie hebben thuis, maar dat moeten symbolen zijn, dat moeten rituelen zijn. En mensen hebben behoefte om in iets hogers te geloven, om iets nobels te geloven. En ja. Hij had in die zin ook niet zozeer het idee dat mensen zo rationeel ingesteld waren, maar dat mensen dus vooral heel erg emotioneel ingesteld zijn en inderdaad loyaal zijn. En dat maakte dat tot eigenlijk iets waarvan hij zei van in de moderne massapolitiek moet je dus je politieke beweging het aura geven van een religie en dan ga je winnen. Het klinkt eigenlijk bijna meer als een soort marketingverhaal dan als een diep gevoelde overtuiging. Of is het dat allebei? Dat is het. Nee. Dat is altijd als. Ik denk dat. Nou ja, daar ben ik ook heel erg gefascineerd door. Want zoals ik natuurlijk Mein Kampf heb gelezen met al die kennis achteraf, is heel anders dan zoals u het las op school. En dat waren denk ik ook de passages die de leraren geschikt achten. En ik heb me, terwijl ik het las, heel vaak verbaasd over juist passages waarin Hitler bijvoorbeeld zegt van als je liegt, gebruik dan een grote leugen en niet de kleine. Want mensen, ja, iedereen gebruikt wel eens een leugentje om best wil, maar een grote leugen zijn mensen wel eerder geneigd om te geloven. En mensen kunnen zich gewoon niet voorstellen dat je dat doet en er blijft altijd wel iets van hangen. Ik dacht inderdaad meteen van, nou, dat zullen ze wel niet op school gegeven hebben, die passages. Want ja, de Hitler die gewoon toegeeft dat hij liegt. Het heeft zo vaak de toon van een slimme marketingman. Dat fascineert me heel erg. Dat zijn natuurlijk niet de passages die in het Derde Rijk. Hitler ging er eigenlijk wel vanuit dat niemand het echt van A tot Z zou lezen. Maar hij had er niet met jou gerekend. Precies. Maar jij hebt het dus nu eigenlijk samengevat, wil ik niet zeggen, maar je hebt het geanalyseerd in jouw verboden boek. En daarmee heb je eigenlijk ook een soort handzaam recept geschreven voor iemand die. Iedereen die nu dictator wil worden wil weten hoe, lees mijn boek. Het moet haast al wel vertaald worden, want er is heel veel wereldwijd veel vraag naar, volgens mij. Nou. Ja. Het wordt ook al vaak van Trump gezegd, hè, dat hij naast zijn bed de speeches van Hitler had. En bij sommige speeches van Trump, Dat denk je inderdaad echt van. Dit is wel retoriek die wel heel erg veel daarop lijkt. Maar die marketingkant ervan, dat is inderdaad iets wat. Waar hij denk ik wel echt wel een pionier in was. Ja. Er was nog niet zo heel lang, pas vanaf 1918, echt volledig algemeen kiesrecht in Duitsland.
En evenredig ook. En de vraag was natuurlijk van wat doe je met die enorme massa aan mensen die niet geschoold zijn, die nu ineens mogen kiezen. Je had de conservatieve nationalistische partijen, nou, dat waren dus de Jonkers. En dat waren de mensen die niet echt zo de taal van het volk spraken. Hitler was de eerste politicus in Duitsland die dat wel deed. Er wordt vaak van hem gezegd van nou wat een nep intellectueel, maar dat was precies waarom het werkte. Ja. Dus dat hij in koffiehuizen gewoon met de man op de straat over politiek aan het bakkeleien was, dat was precies de toon die de mensen begrepen. Dat is ook wat Trump in ieder geval in het begin wel heeft geprobeerd te doen. Ja, nou dat bijvoorbeeld nog een adagium uit Mein Kampf. Reduceer je boodschap tot het allersimpelste, zodat, en dan citeer ik echt letterlijk, de meest achterlijke persoon in de zaal het begrijpt. En herhaal die boodschap dan uit den treuren. Ja. Ja, je zou inderdaad zeggen van alle marketeers bij Nike en Nespresso denken ook van... Maar als je dan kijkt naar de reactie van Trump op de gebeurtenissen in Charlottesville bijvoorbeeld. Ja. Is dat dan niet, geeft het je dan niet een heel ongemakkelijk gevoel als je al het idee hebt dat Trump de speeches van Hitler op zijn nachtkastje heeft liggen. En hij is eigenlijk de eerste die het rechtsextremisme in de Verenigde Staten een soort legitieme basis geeft bijna. Tenminste, ja. Zo voelen zij het zelf. Krijg je dan niet een enorm déjà vu of is dat overdreven? Ja, ik ben het wel eens met Shams net. Die zei, ik geloof ook niet dat de geschiedenis zich herhaalt. En ik geloof ook niet dat Trump de typische... dat Trump een ideologisch politicus is, dat denk ik niet. Ik bedoel, de betogers in Charlottesville die bekritiseren Trump dat hij zijn dochter aan een Jood heeft uitgehuwelijkt. Daar heb je al een... ik denk dat Trump verstrikt is geraakt in de retoriek van de Republikeinse partij. Die, als je het hebt, het wordt nu allemaal op Trump afgeschoven, maar feitenvrije politiek werd al lang door het establishment van de Republikeinse partij bewust bedreven. Dat de mainstream media aan het liegen waren, dat je die niet moest vertrouwen. Dat we roepen de kopstukken van de Republikeinen al 10 of 20 jaar. Sarah Palin riep het ook al. Dus het is niet alleen maar Trump. Die parallel is ook te simpel die ik dan... want het is natuurlijk een tijd van... sinds het moment dat je aan dit boek bent begonnen en aan Mein Kampf, is er natuurlijk heel veel gebeurd waarbij je moet denken aan het nationaal socialisme. Dick heeft wel gezegd dat hij eigenlijk de meeste parallellen zag in wat IS doet. De manier waarop jonge jongens, zoals jij ook was destijds, worden gehersenspoeld en ingezet voor een kwade zaak. Zie jij dat nog steeds zo? Of zie je nu ook... Nou, ik zie de parallellen heel duidelijk, ja. Een belangrijke parallel... Oh, hier zo. Ga beter, hè? Ja, ik zie de parallellen wel even. Dat je als Rijschule jongen of Hayot jongen... Hitlerjugend is dat, hè? Ja. Hitlerjugend. Voelde je uitgekozen. En als bij die andere groep waar wij nu, die is, voelde zich ook uitverkoren. Zij moeten een werk doen daar waar anderen de ogen nog niet voor hebben, of de kracht niet voor hebben, of de energie. Dat is wat het zo. Ja. Ja. En in zoverre is de vergelijking met een religieuze beweging die Ewout maakt, het nationaal socialisme, lijkt dat ook heel dicht bij de... bij een extreme vorm van radicale islam te liggen. Maar toch heb jij laatst, onder andere in Vrij Nederland, ben je in discussie gegaan met een Belgische wetenschapsfilosoof die vergelijking trok en eigenlijk beweerde dat het islamisme afkeurenswaardiger is dan het nationaal socialisme, omdat dat laatste zo rationeel zou zijn. Ja, gevaarlijker. Ja. En wat hij bedoelde eigenlijk, we hebben nog per mail ook nog veel langer gediscussieerd. En het komt soms zo op woordkeuze aan. We moeten elkaar dan ook niet te veel vliegen afvangen, denk ik. Maar wat hij uiteindelijk bedoelde van jihadisten, die zijn wat apocalyptischer ingesteld dan...
Ja, ik denk dat heel veel nazi's, als je naar de zelfmoordgolven in 45 kijkt, dat ook wel behoorlijk waren trouwens. Maar Leg nog even heel kort uit waar de tegenstelling lag. Ja, de tegenstelling. Het is eigenlijk Maarten Boudry heet deze jongeman en die is columnist bij De Morgen. En eigenlijk maakte die een variant, speelde die in op natuurlijk waar we hier in Nederland ook al eindeloos over te horen krijgen. Wilders loopt nu al 10 jaar lang de Koran gevaarlijker dan Mein Kampf te noemen. Constant islam en nazisme. Moskeeën zijn nazi-tempels, zei hij nog in de afgelopen campagne. Dus die gelijkstelling. En dat sijpelt door. Je ziet het nu wel echt als je Mein Kampf gewoon op Twitter intypt. Dat is een groot deel van de bevolking die dat eigenlijk wel vindt. En die het eigenlijk ook een vorm van wegkijken vindt als je zegt, nou nee, dat klopt niet. Alleen al omdat islam uit zeer veel verschillende stromingen bestaat. Bijvoorbeeld, dan ben je eigenlijk al een soort enabler van het nieuwe vorm van nazisme in dat discours. En dat was de reden waarom toen Maarten Boudry daar toch ook zich toch wel verleid, denk ik, door die algehele politieke discussie die ook in Vlaanderen woedt, zich liet verleiden eigenlijk tot de uitspraak, wat gewoon eigenlijk een onhandige terzijde was van jihadisme, is in die zin gevaarlijker dan nazisme. Omdat nazisme toch meer een soort tuiniers, joden werden gezien als onkruid, die moest je eruit halen. En dat was een vrij klinische operatie. Alle redelijkheid eigenlijk. Ja, ja, en dat is toch een wat anders dan de onthoofdingsfilmpjes van IS. Ja. En ik denk dat je ik snap niet zozeer waarom je überhaupt de vergelijking zou willen maken. Dat is natuurlijk meer het probleem. Hè? Wat is de reden om die vergelijking te maken? Ik kan me niet voorstellen dat niks met de politieke discussie. Dat is gewoon waarom het gevoelig ligt. En dat is waarom je er toch. Waarom ik het ook natuurlijk de hele tijd daarover heb, omdat iedereen dat toch wil weten. En inderdaad, ik denk zelf ook, wereldwijd lijkt IS het meest op het nazisme. Meer dan Trump, denk ik. Want de martelaars, heroïek bijvoorbeeld. Trump roept niemand. De Amerikaanse soldaten sterven voor het vaderland. Ja, dat is natuurlijk sowieso al geheel nationalistische propaganda, maar dat is algehele oorlogsretoriek, denk ik. IS is ook echt antisemitisch en gelooft in kapitalistische Joodse complottheorieën. Ja. Dat zijn wel hele belangrijke een belangrijk onderscheid met Wilders. Je kan veel van Wilders zeggen, die is niet antisemitisch. Nogmaals, je reageert eigenlijk omdat iedereen toch met die vergelijkingen aankomt, al was het maar in de achterste van je hoofd. En waar waren we? Ja, soms lijkt het of, en dat geldt ook voor iets anders, er worden steeds meer termen gebruikt die doen herinneren aan dat boek wat jij hebt gelezen. Ja. Je hebt er dan over cultuurmarxisme, homeopathische verdunning, omvolking, invasie als het gaat over een bootje met vluchtelingen. Ja. Ja. En dat ook uitspraken over vrouwen die allemaal heel erg doen denken aan, wat je in jouw boek over Mein Kampf kan lezen. Ja. En Ik denk dat we toch een onderscheid moeten maken tussen gewoon nationalisme. En wat we nu zien en waar heel veel mensen zich zorgen over maken, is dat nationalisme gewoon weer een hoofdstroming is in de Nederlandse politiek. En ik denk dat niet per se, dat kan best binnen een democratie. Ik denk dat nationalistische politiek zelfs, ja, ik denk dat er al die tijd al 30% van de Nederlanders op zijn minst nationalistisch gezind was. Dus dat daar partijen voor zijn, prima. Je moet met die partij inhoudelijk in discussie gaan en hopelijk winnen. En ik denk dat de wet van Godwin werkt dan toch heel snel. Op het moment dat je Thierry Baudet voor nazi uitmaakt of zijn deur gaat bekladden, dan weer een zetel bij voor hem. Dat werkt al 10 jaar zo, ook bij Wilders. Dus dat is een soort zwaktebod in de discussie om te waarschuwen. Je moet gewoon, denk ik, op een zo pakkend mogelijke manier ze met feiten helemaal kapot redeneren. Maar feiten zijn natuurlijk heel lastig, want er zijn tegenwoordig allerlei verschillende soorten feiten. Fake news heb je bijvoorbeeld ook, zou je ook kunnen spreken over iets als fake history. Er zijn documentaires over Hitler en Mein Kampf te vinden.
Waarin dan wordt gezegd van, bekijk ook deze kant van Hitler is. Ja. En vorm dan gewoon je eigen mening. Ja, dat is aan het normaliseren. Ja. En dat is een YouTube-film van meer dan een uur. De Untold Hitler, The Untold Story. En je merkt wel echt dat zo langzamerhand mainstream aan het worden is. Maar om het op te geven, om dan maar dat als een amor fati te zeggen, zo van, geven we het gebruik van feiten maar op, omdat toch niemand meer daarin gelooft, dat kan echt niet. Nee. En daar zullen we denk ik allerlei manieren op moeten vinden om dat toch te laten winnen, een discussie te laten winnen. En daar het belang van journalistiek en wetenschap en, wetenschap heeft zich ook wel heel erg van de maatschappelijke discussie geïsoleerd de laatste 20 jaar. Dus in die zin denk ik ook wel voor een deel aan zichzelf te wijten. Ja. Maar jij hebt dus als historicus, meng jij je eigenlijk via Mein Kampf in een actuele discussie? Ja, ik hoop ook dat academici dat weer meer gaan doen. Heb jij dat te weinig hebben gedaan? Dick, want jij hebt het gelezen, het verboden boek van Ewout. Herkende jij... Nee, ik heb het gedeeltelijk. Oké. Ja, maar herkende jij de Hitler en de figuur die jij zo hebt bewonderd in het verleden? Herkende jij die in het boek van Ewout? En vind je überhaupt, want dat was de aanleiding voor het boek van Ewout, dat het een goed idee is dat Mein Kampf vertaald in het Nederlands opnieuw wordt uitgegeven, wetenschappelijk geannoteerd? Ja, los van die andere dingen vind ik dat een goed idee. Omdat we in dit land toch, bij allerlei dwaasheid die we verkondigen, toch helder genoeg denken en kritisch genoeg zijn om nu de essentie van Mein Kampf op zijn waarde te schatten. Ja, dus en ga je het kopen? Ga je het lezen? Het staat in de kast. Ja. Ja, maar dat is nog niet de wetenschappelijke versie. Of heb jij ook de recente Duitse versie aangeschaft? Nee, ik heb een genoteerde versie. Nee. Dat kan nog niet komen. Begrijp ik. Ewout, jij schrijft aan het eind van jouw boek hoe belachelijk ik het aanvankelijk ook had gevonden. Mein Kampf wakkerde mijn strijdlust aan. De drang om weerwoord te bieden. Kan je dat... je hebt het er net al iets over gezegd, maar... Is ja, of het baby Hitler moment eigenlijk. Dat kent iedereen wel. Zou je baby Hitler doodschieten? Dat zo krijgen kinderen op de middelbare school, op de brugklas het ook al. En die zeggen daar trouwens hele wijze dingen over, merkte ik laatst toen ik daar les gaf. Wijzer dan veel volwassenen. Jeb Bush bijvoorbeeld kreeg de vraag ook in de verkiezingscampagne, anderhalf jaar geleden. En die zei, ja hoor, zeker. Je moet toch ergens voor staan. Het idee dat je het op die manier op zou kunnen lossen. Die kinderen zeiden al van, ja, dat kun je doen. Maar ja, dan staat er een andere politicus op. En die heeft dan ook nog eens een voorbeeld van een martelaar. Die dan ook nog gestorven is voor de goede zaak. En kijk eens wat voor strijd wij te strijden hebben. En hoe gemeen onze tegenstanders zijn. Dat hadden die kinderen onmiddellijk door. Dus dat vond ik ergens ook heel optimistisch stemmend. Ja. En toen jij begon met dit project, het verboden boek, heb je daar met je vader over gehad? Jouw opa is in een Duits kamp vermoord, ja. Kunnen we wel zeggen. In ieder geval overleden tijdens de gevangenschap. Ja. Jouw vader was niet heel erg positief over wat jij van plan was te gaan doen. Hij schrok eigenlijk vooral. Dat was echt een intuïtieve reactie. Nou, hadden we al wel eerder... We hebben eindeloos discussies gehad over van alles, maar ook over geschiedenis. Toen ik geschiedenis ging studeren, braken er heel veel gesprekken los. Maar hij schrok heel erg van, ach nee, hè. Dat was toch wel iets wat in zijn familie en voor hem toch zo'n beladen term had. Dat je dat gif weer de wereld in zou brengen. Ja, dat heb jij nu gedaan eigenlijk. Echt met het idee van als je het gif niet kent, dan kun je het tegengif niet ontwikkelen. Ja, ken uw vijand, hè? Is dat motto. En ik denk dat ook veel te lang gebeurd is, dat Hitler gewoon puur en alleen als een symbool wordt gezien. Dat nazisme puur en alleen als symbool wordt gezien. En dat we eigenlijk te weinig kennis hebben over waarom het werkte, waarom het aantrekkelijk was. En in die zin dus ook te weinig weten hoe we onze democratie weerbaar
kunnen houden. En ziet hij dat nu ook zo, je vader? Ja, al heel snel hoor. Ja. Was al binnen een uur waren we het eigenlijk helemaal eens. Ja. Toen zei hij alleen nog, nou alleen nog mijn broers en zussen overtuigen. Dat wordt nog wel een zware dobber. Maar, ja. En hoe zit dat met jou, Dick, eigenlijk? Want jij hebt in dit boek is jouw hele verhaal verteld. Maar jij hebt natuurlijk ook familie. Hoe denken die erover? Wat vinden die ervan dat jij... dat je op deze manier met jouw verhaal naar buiten komt? Nou, mijn eigen familie, dat is mijn kinderen, heb ik daar niet afkeurend over horen spreken. Het is ook niet dat ze zich meteen op dat boek gestort hebben, maar daar zit ook iets in, dat is jouw opdeling. En achteraf meen ik af en toe wat te bespeuren. Je hebt ons in onze opvoeding, dat is een gevoel, eigenlijk wel genoeg lastig gevallen met het NSB-verleden van je. Oké, en wat dat betreft ben je een uitzondering, hè? Want de jongens met wie jij allemaal in de klas had op die Reichsschule, die hebben juist voor het grootste deel helemaal niet gesproken over hun verleden. Ja. Ja. Met ook weer alle nadigheid van dien. Huh? Oké, ik weet niet, is er nog tijd voor vragen uit de zaal? 3 minuten voor vragen uit de zaal, sorry. ja? Iemand? Ja, ik heb een vraag uit onderzoek wat wij doen en vele anderen blijkt dat over het algemeen mannen sterker geloven in inferieure en superieure groepen. Vond ik dat wel interessant om te horen hoe dat thuis ging bij de Woudenbergs. En hoe jullie denken over de rol van vrouwen en deze ideologie. Is het inderdaad een mannending? Zijn mannen daartoe en jongens met name voelen zich daartoe aangetrokken? En hoe gedragen de meisjes zich? En kunnen die iets doen? Ja, de vraag was me iets te complex. De rol ik ga nog in één zin. Is het superioriteitsdenken iets typisch mannelijks? Heel kort samengevat. Heel kort samengevat, nee. Oké. <Okay. laughs> Maar werd er wel een... Kijk, behalve de Reichsschule waar jij werd opgeleid tot elite in het komende duizendjarig rijk, was er ook een meisjesopleiding, toch? In Heidhuizen, waar vrouwen werden voorbereid. Werden die ook voorbereid op een hoofdrol in het Derde Rijk? Of toch een meer dienende rol? Een meer dienende rol en niet een bestuurder. Die werden niet voorbereid op een bestuurlijke rol. Maar jouw oudere zus bijvoorbeeld, die trouwens ook een heel talentvol hardloopster was, die speelde in de jeugdbeweging wel degelijk een belangrijke rol. Jawel, waarschijnlijk onder invloed van wat er thuis gebeurde. Het was vooral in de dertiger jaren na haar huwelijk. Heeft ze zich uit uit de jeugdbeweging teruggetrokken, kreeg kinderen en ging zich als typisch Germaanse vrouw dan met haar kinderen bezighouden. Precies, want dat was de rol van de Germaanse vrouw. Ja. 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 Nog andere vragen? Nog eentje? Hele korte. Een hele korte vraag. Meneer Woudenberg, u was 15, 16 toen deze ellende ten einde kwam. In uw latere leven bent u getourmenteerd geweest door wat de Duitsers, geloof ik, noemen de genade der Spätgeburt. Het feit dat u, in tegenstelling tot uw broer, geen beslissingen heeft hoeven te nemen, waardoor je helemaal aan de verkeerde kant van de geschiedenis terechtkwam. U was natuurlijk een puber. U heeft geen essentiële keuzes hoeven te maken. Als u iets ouder was geweest, dan wel. Bent u getormenteerd geweest op die gedachten? Ja, ik ben vooral in, want mijn puberteit moest ook nog beginnen daarna, geconfronteerd
geworden voor mezelf met de gedachte, hoe schuldig ben ik? En dat was eigenlijk de kern van die hele zaak. Er waren godzijdank mensen om mij heen, vooral van Joodse zijde, die zich, nou, over mij ontfermden is een beetje veel, maar zich met mij bezighielden. Ik ben niet alleen gelaten. Wat me later tot de steunende opmerking gebracht heeft bij heel veel mensen. Wie zijn je kennissen? Wie zijn je vrienden? Waar vind je steun? Zeer bedankt, Dick. We moeten afsluiten, want de film gaat over een paar minuten volgens mij beginnen in de grote zaal. Heel erg bedankt ook, Ewout.